Oké. Hallo. Hoi, heb je een zin? Zeker. Ja? Ja. Kan je nog wat zien? Ik kan niks zien. Maar hij weet er alles van. Die jongen die heeft het heel erg naar zijn zin gehad. Ja. Heb je alles kunnen zien? Ja, perfect. Ja. Ja. Oké. Deze man. Ja. Op tv. Ja, jullie gaan op internet. Gezellig. Haarlem met tv. Neem maar een kaartje mee. Neem maar een kaartje mee, het gaat internet op. Oh, oké. Hey, Dio. Hè? Ja, je mag niet zien. Oh ja, oké. Hallo. Hallo. Oh, je staat op de betere plekjes, hè? Ja? Ja, ik kan het redelijk zien hier. Ja, ik kon het aardig goed zien, ja. Ja. Het was echt spectaculair. Ja, echt, hè? Ja. Hoeveelste keer doet u dat nou al? Het wordt één keer per jaar, hè? Maar dan... hoeveelste keer bent u hier al? Nou, dit is voor de tweede keer dat ik hier ben. En dat is echt... voor steeds beter. Oh ja. Het wordt steeds mooier, hè? Ja. Er zit steeds wat nieuws bij en... Ja, dat driften was echt het ultieme wat je echt moest zien. Ja. Waar kom je vandaan? Ik kom zelf uit Zoetermeer vandaan. Zoetermeer? Hoe is het dit ter oren gekomen? Gewoon door de krant of door... Ik wist het sowieso, maar ik zag het ook in de krant staan. Ook, Oh, de krant, ja. En... Tegen week in de krant gestaan dat het eraan zou komen. Oh ja, dan voel je het meestal aankomen, ja. En dan kan je plannen. Want ik weet niet of er nog kaartjes waren. Dat was ook nog een dilemma. Ja, dat was alleen maar voor de tribunes allemaal. Dit is gewoon allemaal gratis. Dit is gratis. Voor de tribunes moest je echt kaart kopen en voor de VIP-ruimtes en zo. Ja, dat klopt. Want we waren perskaarten, maar dat was alleen voor de fotografen. Ja. Dus dat hebben we gedaan. We stonden vorig jaar hier ook. Ging perfect. Dus. Ja, ik stond hier vorig jaar ook een stukje verderop. Maar hier stond er. Verderop. Maar ja. Hier is beter, hè? Ja, hier is beter. Ja. Hier kun je echt alles zien. Nee, oké. Race je zelf ook? Of heb je zelf ook niet, nee. Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Zou je het wel willen? Ja, nou, als ik ga racen, dan rijd ik mijn eigen dood, denk ik. Zo erg gaat het maar. Nee, op het circuit bedoel ik. Dat is veiliger. Ja, op het circuit zou ik het wel willen doen, ja. Ja, misschien kan ik het een keer vragen. Er zijn wel eens trainingen gegeven, dus... Ja, ik kan het proberen altijd, hè. Ik kan het altijd proberen. Nee, heb je een ja, kun je krijgen, toch? Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Bedankt voor het kleine interview. Ja, is goed. En jullie gaan internet op. Ja! Dus, ja. Oké. Okay. Achterop staat de website. Ja. Moet je even kijken of die werkt, want dat weet ik nog niet zeker. Ja. Als die nou niet werkt, moet je maar even bellen. We zijn 24 uur per dag beschikbaar, hè? Dus dan, dan wordt dat wat. Maar je moet op YouTube moet je de gewoon Bavaria City Racing 2008. Ja. En dan kom je vanzelf op de filmpjes terecht. We gaan er vanavond een opzetten. Ja. En dan de andere komende dagen misschien nog, want we hebben nog materiaal liggen ook. Ja. En we hebben eind van de maand hebben we Woodstock aan de Maas. Dus dat dat is 3 dagen achter elkaar. Dus okay. Ja, wat wordt wat? Ja, wel leuk. Ja. Ja, we hebben al de showcases gedaan. Ja. Dus, Oké. Okay. Ja, dat wordt leuk. Oké. Hey, bedankt. En veel plezier nog, hè. Dank je. Goedemiddag. Dit was weer het einde van de Bavaria City Racing 2008. Op 17 augustus 2008. Sorry voor de data, daar was ik even mee in de war. En er is weer een eind gekomen aan dit grote spektakel. Volgend jaar weer een kans en nieuwe kansen en nieuwe rondes. Het was hartstikke prachtig. En dit is dus het einde. Is afgelopen, maar volgend jaar weer. Ik dank u wel. Dat is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is tra la 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 la. Ja dat is tra la 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 la. Toen ik op de wereld kwam, had ik helemaal niks aan. En men stopte mij terstond, een keurig speentje in mijn mond. Dat is het einde.